Oh, zal ik mijn microfoon aanzetten? Yo, Jochem, alles goed, man? We gaan zo beginnen. Monument. Even kijken. Update. Manager mode. Nou, extra geld, altijd fijn. We gaan naar Duitsland toe. We gaan naar Duitsland toe. Waar is Duitsland? Daar zo. FC Magdeburg. Ja. Die gaan we spelen, jongens. We gaan FC Magdeburg spelen. Als wat? Welke heeft het meest Duitse hoofd? Duidelijk deze. Mr. Van Den Burg. We zijn natuurlijk wel gewoon Nederlander, hè? Zo is het ook. Hoppatee, Nederlands. We gaan voor legendarisch. 5 minuten. We gaan voor euro's. Het stadion. Stadion Neder. Dat wel een stadion Neder. Hij heeft wel 20.000, bijna 19.000. Union Park. Dit is wel echt Duits. Dit is ook wel echt Duits, maar dit is een beetje groot. Is niks. Court Lane. $12.000. Nou, dat is ook niks. Nou, we gaan gewoon voor deze. Dit is wel een leuk stadion, toch? Ja, dit lijkt er vast wel op. Apply en exit. Yes. Geen Europees. Nou, hartstikke goed. We gaan zo beginnen. Downloading the latest squad updates. Even chatje erbij pakken. Update. Yo, DR Gaming, alles goed man? Je hebt wel eens drukke livestreams gehad, of niet? Ben net begonnen, ben net begonnen. Rustig, rustig, rustig. Kijk, Brent is er ook al. Komt allemaal goed, komt goed. Ik weet het zeker. Het is vrijdag, iedereen heeft weekend. En misschien andere dingen te doen, ja, zo is het ook. Je weet het niet. Je weet het niet. Ah, we hebben al wel 4 likes. Dus dat gaat goed. Dat gaat goed, jongens, jongens, jongens. We zijn amper begonnen. En we hebben al 4 likes. Create een nieuw carrière. Mag de Borg. Yes. Dit gaat een beetje old school worden, jongens. Net als de Portsmouth carrière met FIFA 18. Gewoon weer een lekker slecht clubpie. En hopelijk, hopelijk, hopelijk naar grote successen. Grote successen. Eens even kijken. We gaan natuurlijk gewoon voor deze. Meeste geld valt daar te halen. En daar zijn we. Daar zijn we, daar zijn we, daar zijn we. Eens even kijken. Important, nou, dat is altijd een beetje hetzelfde. Dus even kijken hoor. Nou,
een beetje dom gelul dit. Even kijken, spendeergeld aan jeugd. Daar waren we wel van plan. Eens even kijken. Zo, wat een opstelling. Die had ik niet aan zien komen. Even kijken hoor. Hebben ze goede backs? Dat is de eerste vraag die ik mezelf altijd stel. Ik heb het idee van niet. Nee, ze hebben geen goede backs. Nou, dat is mooi. Dan gaan we gewoon lekker 3-5-2 spelen. Op mijn favoriete opstelling. Dan gaan we eens even kijken. Ludwig. Dat zijn best wel goede spelers voor een derde divisie team. Ja, er is niks mis mee voorlopig. Oh. Naar rechts, hè? Zo. Even kijken hoor. Jij gaat Taro. Eens kijken, wat hebben we nog op de bank zitten? Er zitten wel goede jeugdspelers bij, weet ik, toevallig. Ik had al even zitten kijken natuurlijk, stiekem. 65 rated keeper, jongen met een 63. Ik ben alleen al die namen vergeten van die lui. Welke er nou goed waren, welke niet. Met veel potentie en zo. Oh, dat is wel balen. Maar goed, maakt niet uit. Moet wel een verdediger op de bank natuurlijk. Oh. 68 rated. Je bent beter dan hem. Hop, T. Yo, Job. Alles goed, man. Nou, dit is op zich goed, denk ik. Pik. Yo, pik. Oké, okay, dat wordt echt een hele foute. Hey, pik. Oké, okay, nou. Dit is op zich goed. Instructies. Jij moet diep. Jij moet diep. En jij moet diep. Zo, dat is goed. Custom tactic. Waarom drie verdedigers? Ja, ze hebben geen backs. Deze club heeft geen backs. Dus vandaar. Maar zoals je waarschijnlijk weet, is dat ook wel een beetje mijn favoriete opstelling. Toch? Mensen die mij kennen. Weten dat ik altijd fijn vind om 3-5-2 te spelen. Zo, hoppatee. Nou had ik twee spelers al gevonden. Waarvan ik zoiets had. Nou, daar kunnen we denk ik wel wat mee. Ik moet alleen even kijken hoe ze ook alweer heten. Jij bent er geen fan van. Nee, dat weet ik. Smaken verschillen, gelukkig maar. Arp. De eerste was Arp. Ik heb twee Duitsers opgezocht met veel potentie. Jean-Viet Arp. Hij is 17 jaar en hij heeft een goede potentie. En de tweede is Maya. Arne Meijer, dat zal hem zijn. Hertha BSC, ja, dat is hem. Nou, dat zijn de twee spelers die ik in gedachten had. Jongens, hebben jullie wat leuks? En de rest voor de jeugd. Nou, we gaan eerst eens even kijken. We hebben 4 miljoen. Dat is op zich best netjes. We hebben 4 miljoen. 4-1-2-1-2 of 4-3-3. Ja, 4-3-3 vind ik ook wel fijn. Maar twee spitsen, ik hou van twee spitsen. En backs vind ik meestal onnodig. Ik weet niet wat het is. Maar ik hou niet zo van backs. Ik kan er niks aan doen. Ik vind backs meestal een beetje nutteloos. Even kijken hoor. Zal ik gewoon eens bij transfer mensen kijken die op de transferlijst staan. De nieuwe...
We moeten de nieuwe Odomamari zien te vinden. Oh, er staan maar weinig mensen op de transferlijst. Twee spitsen en een kam. Zie je, ja, dat is fijn. Nou, deze 3-5-2 heeft het. Lopons, jongens. Die hebben Ajax gegeten. 39. Hij speelt gewoon nog. Niet te geloven. Maar even kijken. Wat heb ik eigenlijk het hardste nodig? Deze kan links en rechts en kam spelen. Dus dat is op zich fijn. Gaan we heel even kijken welke spelers er nou de meeste potentie hadden van dit hele soepie. Als jullie suggesties hebben, let me know, let me know. Kom op, laptoppie. Je hebt meer middenvelders nodig. Woodburn. Even kijken hoor. Niemeyer, die heeft 74 potentie. Dat is goed. Die staat links buiten. Schaffer, dat is een verdediger. Die heeft 71 potentie. Dan hebben we Lohemker. Lohemker. Oh, dat is deze. Die heeft een potentie van 72. Duker. Waar is Duker? Duker. Die heeft 71. Dan hebben we Roter. Reuter. Die zit boven de 70. Chahet en Pik. Maar Pik is. Oh, Pik is geleend, jongens. Dat is een huurspeler. Waar is Pik? Nou, daar is Pik. Ben klaar met werken. Goed bezig, man. Was het prettig? Brunst. Waar is Brunst? Brunst heeft een goede potentie. 73. En Leinke. Ook een keeper. Waar is Leinke? Jongens, ik ga voor een andere keeper. Sowieso. Leinke, die zit er niet bij. Oké. Goed gedaan, Pik. Thanks, man. Nou, dat dus. Ik ga voor Woodburn kijken. Haal rutjes. Nee, geen rutjes. Ik wil niet met backs. Sorry, ik ga in deze carrière geen backs gebruiken. Dus geen rutjes. Woodburn. Is het deze Woodburn? Ben? Heet die Ben? Even zoeken. Ik heb een goede spits nodig bij corners. Dankjewel, man. Ja, Ben. Van Liverpool. Nou jij. Ik zie al een hoop salaris aankomen. Liverpool. 15. 15 salaris, jongens. Vijftien salaris. Dat is best aardig. Heb ik eigenlijk verdedigers nodig? Ik heb drie goede verdedigers op zich hier. En ik heb er drie. Nou, ik heb geen verdedigers nodig. Misschien een centrale middenvelder. Is best. Ja, ik weet het. Hij is best goedkoop. Hij is potentie 1, nee, 85 zelfs. Alleen het salaris. Kan die ook spits? Oh ja. Oh, hey. Ik zie nu voordelen. Goed bezig. Koop. Recently acquired player looking to negotiate in the leave. Gaat niet. Sorry, het gaat niet. De club wil hem niet kwijt. Maar je mag twee. Laten we dat niet doen. Deze dan. Oké, ik heb nu dus drie spelers die ik alle drie niet kan halen. Godverdomme.
Zal ik hem lenen? Ik ga hem gewoon lenen. Ze willen hem niet uitlenen. Bij jou lukte het wel. Wat doe ik fout? Ik doe niet zoveel fout, toch? 1 jaar. Hallo Brett, daar ben je weer. Oké. Koop verstraten. Wat is dat? Ja, een voetballer, dat begrijp ik, maar een middenvelder. ...78 potentie. Dat is echt niet verkeerd. Verstraeten. Eens kijken. Koop keeper. Ja, ik heb niet echt een keeper nodig, man. De keeper die ik heb heeft veel potentie. Dus daar ben ik op zich wel blij mee. Verstraten, ja, dat dacht ik al. Hij is 7,5 ton waard. Piet gewoon 7. Oh. Wauw. 7 is hij blij mee. Alle kale managers lijken op Jaap Stam. Nou, dit is wel een hele oude Jaap Stam. Nou, doen we gewoon important. Vier jaar. Wat ik nog meer zoek, ik zal zo even kijken, man. Iets minder bonus. We zijn maar arm clubje, ja, jongens. Oké, vooruit. Dan doe je research. Ja, ik ga zo even kijken wat ik dan nog... We hebben dan nu een middenvelder. Misschien 2 zelfs. Als die huur ook komt. We hebben deze spits. Deze is redelijk snel. En deze is gewoon fucking traag. Maar hij is wel sterk en kan redelijk schieten. Zal ook wel goed kunnen koppen, vermoed ik zo. We hebben op zich een goede 10. Goede linksbuiten. Goeie rechtsbuiten, qua pace en zo. Nou, komen dus 2 nieuwe middenvelders aan. Dus daar zit ik op zich ook wel goed. Androustos. Koop Angel Gomez. Ja, die heb ik al bij Feyenoord, man. Ik vind het altijd een beetje... Ik vind het niet zo leuk om dezelfde spelers in meerdere carrières te kopen. Ik vind het eigenlijk wel leuk om dan weer gewoon andere te nemen. Androustos. 80 potentie. Hij is van Olympia. Hij is wel een beetje duur. 1,6. Wat kan hij goed? Hij kan op
kan, maar ik kan centraal en ik kan op links. Dat is voor op zich redelijk snel voor een 10 met 75. Hij heeft alleen nog niet zo'n heel goed schot. Daar moeten we aan werken. Androustos is heel goed. Dus daar zijn jullie het over eens. Moet dat hem worden? Lenen? Nou, ik wou hem eigenlijk wel gewoon kopen. Douwel kan niet. Nee, dat is wel jammer, hè. Je ziet veel potentie, ja, dat zag ik ook, man. Bakayoko gratis, rechtsachter. Ja, ik ga niet met back spelen, man. Ik speel met drie centrale verdedigers. Ik ga even kijken of ze 1 miljoen willen. Nu woont Lennon voor 1. Ze willen 1,1. Oké. My best. Hij is 1,6 waard volgens SoFIFA, dus ik vind het goed. Cruciaal, oké. Okay. 68 rated. Nou, dan is hij al beter dan. Ik vind 2 jaar een beetje weinig. Ik wil wel 3 jaar dan. Doet hij dat? Oké. Okay. Geen. Eens kijken. Oh, hij verdient nu ook niks. Zo, update. Wat vinden we hiervan? Wat? Hij verdient 1k. Hij verdient 1000. Ik bied hem 2000. En hij is gewoon boos. Jongen, jongen, jongen. Dit had ik niet verwacht. Ja, we kunnen het later gewoon nog een keer proberen. Malambi, wat is dat? Vente, ja, sinds kort, man, heeft hij er een. Malambi. 69, 85 rated. Ai, die is nog beter, man. Hij zit net bij Galatasaray. Dat is zo'n gratis speler. En die gaat dan random naar een club toe. Ja, ik ga binnen een paar dagen ga ik het weer opnieuw proberen, man. Komt goed. Ja, wat kunnen we nog meer doen, jongens? Op zich heb ik met Butsen en met deze Shahed zit ik goed op rechts. Hij kan ook op links eventueel. Spitsen heb ik op zich ook wel genoeg. Oh ja, deze kan erin. In plaats van hem. Hoe oud is hij? 23. Ik denk niet dat hij nog heel veel. Misschien een nieuwe linksbui, een nieuwe linkshalf of zo. Een nieuwe linkshalf is denk ik wel naast Niemeyer, zeg maar. We hebben Niemeyer. Ik weet niet precies wat ik nu gedaan heb, maar. Oh, de opstelling opgeslagen, ik denk al. Bakayoko. Wie is Bakayoko? Daar hebben die nogal wat van volgens mij. Welke bedoel je precies? Welke Bakayoko?
Welke bedoel je? Je zit in een groep met drie Franse clubs. Oh, dat was me nog niet eens opgevallen. Niet die van Chelsea. Nee, die is een beetje te goed, denk ik. Het zijn twee linksbacks. En een rechtsbuiten. Is het deze? Ik wil eigenlijk een linksbuiten hebben. Wie weet er een goede linksbuiten? Ben zo terug. Tot zo. Loon voor Jenke. Jenke, wat is Jenke? Dat is een centrale verdediger. Die wil ik niet doen. Reject op 2. Yo, Lucas, alles goed man. Bagayoko. Kan dat ook nog? Verdedigers? Nee, ik heb juist geen verdedigers nodig. Deze? Nee, dit is een rechtsback. Ik heb niet echt een rechtsback nodig. Ik speel zonder backs. Sorry man. Kijk, ik heb hier drie verdedigers. Die op zich prima zijn. En ik heb er hier nog één. En ik heb er hier ook nog 1, 2, 3. Dus ik heb gewoon 7 verdedigers voor 3 plekken. Wat is het voor team? Dit is eerste FC Magdeburg. Het is de enige club in Oost-Duitsland die ooit een Europa Cup heeft gewonnen. Zo, bam. Wist je niet, hè? Heb ik opgezocht. Ha, Wiki voor de win. Gemalenditov. Wow. En dit moet ik uit gaan spreken, deze naam. Yo, Sander. Hoe moet ik deze naam in godsnaam uit gaan spreken? Zemale. Ik noem hem wel gewoon Rifat. Rifat is beter, denk ik. Dat is makkelijker. 83 potentie. Ja, die is een beetje te duur, denk ik, man. Davies. Yuhan Chao. Han Chao. Zoiets. Dat is een Chinees. Die is 69, rated. En hij is 30 jaar. Welk Davies? Wat is mijn budget? Ik denk dat ik nog 3 miljoen heb ongeveer. En ik wil een linksbuiten hebben. Een linksmidden. Verder heb ik denk ik. Ik ga nummer 10 al nog kopen. Maar die vond het salaris te weinig. Welke Davies bedoel je? Niels. Ja, Oudouma, die is er niet. Brongo. Hey, Brongo. Brongo is wel een goede naam. Brachno. Brachno. Iets van Sparta. LM van 67. Alphonse Davies. Right. Het wordt Alphonse Davies, jongens. 100%. Straatman. Nou even. We gaan eerst naar Davies. Waar is Alphonse Davies? Waar is die? Waar is die nou? Oh, hier. Alfonso Davies.
16 jaar. Wow, joh, hij is 16 jaar. Oh, deze wil ik. Deze wil ik. Deze heeft gewoon een potentie van 89 en hij heeft 92 pace. Sander, zelfs jij wordt hier opgewonden van. Barco, ja, Barco heb ik al, man. Wat? 3,2? Nee, man. Harm, de enige echte. Ben jij de Harm? We gaan eerst deze proberen. Hij is 1,7 waard. Dan bied ik dat ook gewoon. Ah joh, 2%. Fuck you, bitch. Op 2. Doei. Oh, nu moet ik wel echt met zijn salaris. Deze verdient 2. Niet dat ik weer hetzelfde heb als net. Die weer gaat jou lopen janken. Ja, als die 16 is, dan kan je hem zeker je hele carrière gebruiken. 5 jaar. Gewoon zo lang mogelijk. Hij wil 2. Nou, dan 3. Oké, okay, 3. Geen. Oké, okay, contract is goed. Yo, Harm. Zijn er nu 2 Harmen? Of heb je weer een nieuwe account gemaakt, man? Natuurlijk ga ik weer voor potentie. Je kent me toch, Sander? Zo inmiddels. Je kent me toch onderhand. Tada! Davies, welkom bij de club. 1 harm. Oké. Okay. Ja, we hadden net ook een harm. Dus vandaar. Wie was dronken? Nu niet meer. Verkopen pik. Dat kan niet, man. Want die is gehuurd. Dus die kan ik niet verkopen. Oké. Okay. Nou, we hebben dus Davies. En nu bij. Hoeveel geld hebben we nu nog? 1,6. Even kijken of ik die ene pik nog kan kopen. Andere pik. Androustos. Hij is nog niet available. Oké, okay, jammer dan. Gaan jouw aanraders ooit gebruikt worden? Geen idee. Ik heb vast wel eens een keer een aanrader van jou gekocht, of niet? Je had het net over straatman of zo. Ik ga even kijken. Wat is straatman? Heet die Bob? Bob Straatman van Lokeren. Die heeft 75 pace en die heeft 77 potentie. Dus die is zeker wel minder. Kan je pick niet terugsturen? Ja, tuurlijk kan ik hem terugsturen. Maar dan kost je geld volgens mij. Dat is diezelfde van Brent zeker. Ja, Bob. Maar Bob heeft 77 potentie. Degene die ik nu heb gekocht, 89. Dus dat is nogal een verschil. Loan offer. Nou, die hadden we al gedaan. Koop Nelon. Nee, man. Ik speel zonder backs. Hij speelt fucking beast. Ja. Ah. Ik moet zo nog een nieuwe nummer 10 hebben, denk ik. Ik ga gewoon eerst even spelen. Even kijken hoe het speelt. Dan kunnen we altijd nog kijken wat we nodig hebben. Het is wel een beetje, klein beetje Portsmouth throwback dit, hè. Ik koop rutjes. Nee, ik moet geen rutjes, man. Godsamme, ik heb een hekel aan die man. Sinds vandaag. Heb je gezien wat hij me aan heeft gedaan?
Verstraten, die hebben Kalman. Die heeft nu de bal. Nou, toch nog een speler voor jou, Lucas. Hey. Beck hier, oh. Beck heeft een pace van 18, jongens. Dus hou je vast. Zo, hoppatee. Michael 1-0. Lekker is dat. Koop Malaysia. Nee, ik speel zonder backs. Hallo Rob. Nogmaals jongens, ik speel niet met backs. Op T. Komt u waar? Rutter. In één keer op de slof. Ah, zonde. Toen was geluk nog heel gewoon. Dat is wel heel oud. Het is wel Rotterdams. Rotterdamse dan dat wordt het niet, geloof ik. Juri is Job, man. Maar Job heet eigenlijk Juri. Snap je het nog? Zo niet, dan per. Hai, dakje. Zo! Onderkant lat. Jongen, wat een pech. Ik hoop Kuwas. Ik heb geen Kuwas geld, man. Kuwas heb ik al bij Twente gehaald. Shit. Dat gaat net goed. Shit. Zo, hij scoort. Driemaal scheepsrecht. Nou, back. Oh, ik denk die gast komt wel op. Kijk, ik hem op een bazen. Waar is het op te belopen? Cutback, godsamme. Val je in slaap, Harm? Is het zo slaapverwekkend, deze stream? Zo, kijk de keeper. Gaat het terugspeelballetje, pak die even hoor. Ludwig. Alleen jij geeft als enige antwoord, daarom heb je zoveel dieningen van mij. Ik snap echt niet waar jullie het over hebben. Waar willen jullie het over? Gaat er over iets heel anders. Ik ga op de doellijn staan. En nog gaat hij erin. Wauw. Heerlijk.
vroeg een zusje of een bier uit de kelder wilde halen, maar ze wilde niet lopen. Nou, lekker dan. Heb je zusje nog niet zo goed afgericht, Arne? Ik denk dat Sander zo gaat vragen hoe oud je zus is. Welke positie ik wil versterken? Ja, dat weet ik nog niet zo goed, Rob. Ik heb nu net twee spelers gekocht. Ik wil nu even kijken hoe het speelt. En tot nu toe gaat het vrij goed. Alleen die vrije bal ging erin, maar ja. Dat heb je wel eens. Een zus van een dronken harem. Oh, doe een heel enthousiaste kapbeweging, meneer. Hij blijft gewoon staan. Hij doet gewoon niks. Wat heb ik daar nou aan? Oh mijn god. Wat een leuk spel is het af en toe. Over dronken gesproken, ik ga bier pakken. Goed bezig. De grote weg is altijd. Stik voorzichtig. Ja, bedankt man. Oh, ik ga me echt weer verbazen over deze spelers. Dit wordt echt. Dit wordt gewoon een soort van comedy of zo. Af en toe heb ik het idee. Arr, shit, die paas was niet goed. Nou, 16-jarige, laat nou eens wat zien, man. We hebben zoveel geld voor je betaald. We hebben zoveel geld. Scheids! Godverdomme. Dit is toch gewoon een pingel. Heb je geen appelsap, Sander? Hoe kan dat nou weer? Yo, Wesley. Alles goed, man. 44 minuten te laat. Ja, beter te laat dan nooit. Je hebt gewoon de eerste helft gemist, man. Komt allemaal goed. Daar gaat Davies weer. Jongens, Davies is op de brommer. Hè? Dat zie je wel weer natuurlijk. Goeie bal op back. Back. Niet. Davies. Schiet de bal. Ja! Hij scoort gewoon. Ja, 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 ja. De 16-jarige Davies scoort gewoon. Bij zijn Duitse debuut. Shit. We hebben hem weer. Lekker rot spelen. Jammer. Gelukkig werkt het belletje. Ja, echt hè. Het belletje doet het niet altijd bij YouTube, jongens. Kan daar ook niks aan doen. Ja, ja, Weil. ADO Den Haag.
Turpies. Wat doe je? Turpies. Turpies. Kijk op straten. Dat is Turpie. Turpiets. Turpiets. Het is Turpiets. Turpiets is de bal kwijt. Ludwig, Ludwig, schiet een man. De 4-1 is buitenspel. Beck. Beck scoort. Waarom gaat hij daar liggen? Wat doe je? Davies is goed, hè? Davies is goed. Ga je slapen, Harm? Ik geloof er geen zak van. Echt niet. Waarom verpakt die bal gewoon, gek? Jongen, 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 man. Ja! Zullen we even wisselen? Ik heb nu niet zoveel zin meer, denk ik. Davies is wel moe. Hoe kan hij niet bij je nou moe zijn? Hij heeft nog niks gedaan. Zo, optee. Moet morgen ook werken. 3:30 eruit. Oh, lekker man. Nou, wil trusten. Rustig aan. Kom, Turpiet. Pak die bal. Ja, dus toch wel. Ik snap het, man. Rustig aan. Niet hard werken. Dat is niet goed voor je. Hoe krijg ik nou een vrije trap tegen? Hoe kan dat? Ik vind FIFA een raar spel af en toe. Hoe gaat het met Milan, zus? Wat een kutkapbeweging. Godsabbebab. Nou ja, maakt niet uit. We hebben lekker gewonnen. Jawel, Milan komt heel af en toe, zegt hij één dingetje en dan is hij weer weg. Dat gebeurt wel eens. Hamman is... Hoe kan Hamman nou man of the match zijn? Hij heeft een assist gegeven. Reuter 2, Ludwig 1, Beck 1. Alle wissels hebben gescoord. 4-1 terugkijken. Ja, dat wou ik al doen, man. De 4-1. Dat was deze. Kan het nou buitenspel zijn als hij van de keeper afkomt? Hier. Corner. Wordt hier gekopt. Dit is geen buitenspel, Sander. 100.000% niet. Jammer joh. Mislukt.
Nou. Ja, wat moeten we doen, jongens? Jeugd nu voor de rest van het seizoen. Net geen buitenspel. Wauw, net. 3 weken eruit, Beck. Nu al. Jongen. Hij is net. Eerste wedstrijd gelijk al. Plop, gesplaceerd. Koop de boze Mexicaan. Nee, ik heb geen verdedigers nodig. Ik wil, denk ik, wel een nieuwe nummer 10 nog. Want ik heb maar één. Ja, deze is ook 10, maar die is niet zo goed, denk ik. Dan bespaar je geld. En mijn geld moet uitgegeven worden, Job. Jonathan Ayala. Como Peuden Ayu Darme Configuarmi PS4 Emela Pareke Kerade. Wauw. Gezondheid. Mijn hemel. Wat een. Oké, iemand nog een suggestie voor een nummer 10? Die Verstraten kon ook op 10, zei iemand. Zei Lucas volgens mij. Maar kan niet op 10. Wie heeft er nog een suggestie voor een nummertje 10? Nummer 10. Kam. Douwel ontvoeren. Ja, echt hè. Nummer 10. Wie niet weg is, is gezien. De Bruyne. Ja, echt hè. God. Oh. Daar Sander, jij houdt ook niet echt van variatie of zo, hè? Het is ook altijd hetzelfde. Da Silva Lo. Da Silva Lopez kan als rechtsmidden en als centrale middenvelder. Kan die dan ook op 10? Oh, wacht even. Kan hem dan misschien ook als rechts halen in plaats van deze meneer. Deze meneer kan als rechtsback. Daar heb ik wat aan. Ik heb hem nog als rechts. Maar hij is dus geleend. Hé, hij kan ook als spits. Dat is handig om te weten. En ik heb hem dus nog op rechts. Hij kan eventueel ook op 10. Even kijken hoor, waar kan je nou zien of een speler geleend is? Want hij staat als geleend, die pick. Ja, ik kan hem geen contract aanbieden en er staat loon, dus oké. Oké. Lopez. Is het deze? Ja, het is deze. 1,6 miljoen. 4. Wat is een schot? Hij heeft wel echt een beroerd schot. 62. Daar moet aan gewerkt worden. En paas. Wat is een passing? Wat is dat een passing? 65. Het is niet echt een ideale 10 qua schot en qua passing, om eerlijk te zijn.
Ja, we kunnen, oh, over trainen gesproken. We kunnen nog gaan trainen, ja. Even kijken. Sorry Sander. Kan niet. Ik kan er echt niks aan doen. Dat is wat met die spelers voor jou. Ik kan er echt niks aan doen. Wie gaan we trainen? Deze meneer sowieso. Ga je straks ook iets verzinnen voor het halen? Ja, man. Ik moet nog even bedenken wat, maar komt goed. Gaan Verstraeten maar trainen, denk ik. Haal een kam van Leon Boek Hyundai Motors. Zullen we dat niet doen? Zeg waar. Wie zou ik nog meer trainen? Niemeyer is op zich ook goed. Die heeft ook nog wel potentie, zeg maar. Laten we die doen. Frederik Jensen. Ja, maar die heb ik al bij Twente, man. Ik wil eigenlijk liever spelers die ik nog niet heb in een andere carrière. Anders zit je de hele dag naar dezelfde spelers te kijken. Daar word je ook niet goed van, natuurlijk. Nou, Sander. Kom nog met een suggestie. Ik ga het echt voor je proberen. Kom met een suggestie. 1,6 miljoen heb ik. Kan iets meer, want ik heb nog aardig wat geld qua salaris. Israelson van PEC. Wat heb jij met PEC-spelers tegenwoordig? Israël. Son. Erik. Die heeft geen potentie. Die blijft zo slecht als dat hij nu is. Ik wil iemand met potentie, alsjeblieft. Mag dat? Mag het alsjeblieft iemand met potentie zijn? Ciao Henrique. Wie is Ciao Henrique? Han Seung-gui. Gui. Ciao Henrique. Speelt bij Atletico Madrid, man. Emiel Hansson. Sander, zeg nog wat. Zeg wat. Hansson, straatman. Je weet er geen één met potentie. Oké. Okay. We gaan kijken. Bob Straatman, 65 rated, 77 potentie. Kan niet op 10, hij kan alleen links en rechts. Moeten we dan voor Hansson gaan, jongens, van Feyenoord? Zullen we Feyenoordertje kopen? Wacht een minuut, ik heb er zo één. Oké. Kopen spelen? Ja, ik probeer altijd spelers te kopen die je beter kan maken.
Hanson heeft op zich wel een potentie van 79. Dat is op zich wel lekker. Kan je met winst verkopen? Ja, precies. Dat is de bedoeling. Dat is waarom ik altijd jonge spelers koop met veel potentie. We gaan dan eerder voor een zing. Oké, duidelijk. Geen Hanson. Jaria. En Jaria. Cachera. Nee man, dat is toch gewoon echt dat is gewoon echt een spits man. Dus geen speler met veel potentie. Nou snap ik je niet meer. Met een beetje potentie. Ejaria. Nah. Marcus Edwards. Had ik die niet bij Portsmouth? Nee, dat was een andere. Dus gewoon een tijdelijke speler. Marcus Edwards. Eiting, die heb ik bij Twente, man. Edwards. 65, potentie van 87. Oké, zullen we deze doen, jongens? Wie stemt ervoor? Maar kan op 10. Volgens de bladen. Tegen. Niemand is het ermee eens. Cachera kan niet op 10, man. Die is alleen spits. Lee Kuinhou. Dat is toch geen 10? Ja, iedereen is tegen. Ik wil wel iemand die gewoon echt op 10 kan spelen. Lee Kuinhou is spits. En hij is 104. Nee, ik ga geen Nouri kopen. Dat is tegen mijn principe. Lee Kuinhou, dat is een rechtsbuiten. 32 jaar. Oké, ik weet het. Ik weet het. Hij gaat. Ik ga hem dan kopen. Proberen. En dan gaat hij gewoon op rechts spelen. En dan zet ik die andere gast die ik op rechts heb. Die zet ik dan als reserve 10. Lee Kuinhou. Hé, hier is hij weer spits. Waarom staat hij op zo'n FIFA nou weer als rechts buiten? Til heb ik al bij Twente, man. Oké, KK 35. Jezus Christus. Hij is 6,5 miljoen waard. Dat kan ik toch niet betalen, man. Hoe moet ik dat gaan betalen? Nou, ik ga voor het eerst van mijn leven ga ik een fucking bejaarde kopen. Ik heb 1,6. Ja. Voor hoeveel kan ik hem kopen dan? Jij zit toch een keer 1 miljoen, Sander, of niet? Leon. Drinho. Doen we maar die Müller bij. Nou,
Sander, hoeveel? Jij hebt ervaring. Hallo? Sander. Zeg wat. Anders bied ik 1. Dan is het waarschijnlijk weer te laag. Je fucking chat heeft AIDS, zeker. Even budget aanpassen eerst, maar je moet wel een week wachten voordat je weer met KK kan. Ja, maar ik kan toch geen. Als die echt 6,5 is, zoveel kan ik echt niet betalen. Met mijn 34.000 budget. Kopen met al je geld. 1 miljoen, is dat genoeg, denk je? Gerrit Muller. Ze willen een rechtsback. Die heb ik niet. Ik heb geen rechtsbacks. Dat is echt niet te geloven, dit. Ik bied gewoon 1 miljoen. Daar gaat hij. Later. Oh. Jongens, wat kan ik hier nou aan doen? Helemaal niks. Dat is ook nog niet kwijt. Lee. Wat ik heb met jou, weet ik veel. Moet je aan mijn PlayStation vragen. Wat kan ik hier nou aan doen? Ik kan er toch niks aan doen, of wel? Dan ga ik deze bejaarde halen. Ik ga nu gewoon ook echt een bejaarde halen ook. Luca. The club recently acquired two players. So looking not. Oké, okay, dus die kan ik ook niet kopen. Ik kan hem niet kopen. Ik kan er echt niks aan doen. El Jaria. Daar had ik net al voor gekeken. El Jaria, die bestaat niet. Hoe heet die nou? Ajaria, dat zal hem zijn. Ajaria. Ja, hij kan ook niet. Meneer Lee. Leandrinho. Nou ja, die had ik net ook opgezocht. Hij houdt van Brabo-negers. Oké, jongens. We hebben 1 voor Leandrinho en we hebben 1 voor Ejaria. Wie willen jullie? Laten we het democratisch besluiten. Nou, Leandrinho heb ik nog niet op een. Sluit af met dit advies. Kerk voor 1 miljoen. Ja, maar dat is ook een spits. Ik wil een 10. Je zit alleen maar. Dan zit je weer bij allemaal spitsen. Kerk, die kan toch niet. Op 10 of wel? Girano Kerk. Rechtsbuiten kan die. Maar die is 2,4 miljoen, man. Die kan ik niet betalen. Ik denk niet dat die gaat komen. Is te duur.
Ja, hij kan als spits en als rechtsbuiten eventueel. Waar is die Leandrinho nou gebleven? Leandrinho. Wat een gezeik. Nou, inderdaad. Eindelijk iemand die het snapt. Wat een gezeik. Het is echt nooit goed. Oké. Dus we hebben Ejaria en we hebben Leandrinho. Of Kerk. Jongens, vote nu. Wie vote? Wie vote? Wie vote? Wie vote? Wie moeten we proberen? Die wat ik zag op SoFIFA is een andere. Oh. Nou zijn er weer meerdere. Jongen, jongen, jongen. Daar is er maar één. Doei Sander, later man. 18 jaar. Zit niet in de game. Ja, droom verder. Later, Sander. Oh, ik ben er klaar mee. Dan gaan we deze neger. Brabo neger. Dat mag ik niet zeggen, sorry. Donkere man. Hey, dat is klop. Oh, mijn god, gaat hij ook zo zielig lopen doen? Nog niet 50.000. Jeetje, wat een mierenneuker. Godsamme zeg. Negen zoenen spam. Dat mag je niet zeggen. Nou, komt u maar. Doe maar important. Vier jaar. Hij wil drie. Dan wil ik. Oh, twee bedoel ik. Dan wil ik drie. Op twee. Nee. Zeventien. Signing bonus. Zoveel. Man. Dat is maar halve begroting. Fuck it, ik ben er ook klaar mee, ook. Hoppatee. Nou, we hebben een nieuwe nummer 10. Woep, woep, fuck die doe. Is goed, Jury. Later, man. Hou het netjes in de chat. Sowieso hou het netjes. Niet alleen in de chat. We zijn eruit, jongens. We zijn eruit. Hè, eindelijk. Ik ga alleen geen wedstrijd meer spelen. Want het is 9 uur. Dan gaan we er lekker mee stoppen. We moeten tegen Paris FC.
Je doet het vaak netjes. Dat is zeker waar, Niels. Jongens, ik ga ermee stoppen voor vandaag. Volgende keer gaan we weer lekker verder. Ik zeg allemaal bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later.